Op Sportpark Schenkeldijk zijn maandagochtend 6 vaten en 24 jerrycans gevonden. Of het om drugsafval gaat, is nog niet bekend. Dit soort vaten worden wel vaak gebruikt bij de productie van onder andere ecstasy. Er is niks in de natuur gelekt, laat de woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid weten. Alle vaten waren afgesloten. De gemeente gaat de vaten opruimen.